Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede met Jan van Staa, René Wagelaar en onze speciale gast. En dat is de technisch directeur van de AZ, Max Huiberts. Max, welkom. En ja, het is de day after the night before, FC Twente, AZ 2-0 voor de thuisclub. Heb je goed geslapen desalniettemin, hier in het Van der Valk Hotel in Enschede? Nou, niet al te best. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Dus, dat was natuurlijk na woensdag, waar we natuurlijk al een flinke tik op de neus kregen van NAC. In de beker uitgeschakeld? Ja, dus ja, heeft dat, kan je nu achteraf al zeggen, doorgewerkt naar gisteren. Dus dat was een hele slechte beurt. Ben je erg geschrokken? Ja, toch wel. Omdat je uiteindelijk wel verwacht dat je na die wedstrijd van afgelopen woensdag een reactie denkt te gaan zien. Ja, dus dan ben je wel redelijk geschrokken. En ja, en is er voor ons al wat werk aan de winkel, kan ik eerlijk zeggen. Ja, daar gaan we het zo verder over hebben. En ook over de status van AZ op dit moment. Ja, we moeten de wedstrijd even nabeschouwen. Een verrassende uitslag, een verrassend verloop mogen we zeggen. René, had jij dit ooit verwacht? 2-0 winnen van AZ, FC Twente en dan met een hele energieke, goede prestatie? Nee, ik had ten eerste niet verwacht dat AZ zo onthutsend zwak zou spelen gisteravond. Dit is denk ik de slechtste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien van hen. Maar daarentegen was Twente helemaal nieuw. En ik adviseer ze om elke week maar een rel te creëren. Want ja, dit was Twente wat ik niet ken. Ja. Het zat er bovenop. AZ had meteen moeite met duels winnen. Alles was eigenlijk in het voordeel van FC Twente. De goal viel ook wel eigenlijk op een moment dat AZ een klein beetje terugkwam, vond ik. Klein beetje. Maar Twente dik en dik en dik verdiend. Een hele nieuwe ploeg. Ja. Eén ding wel, Ed. Ik denk dat het 80% door het publiek komt. Dat de ploeg deze reactie gaf. Want als je daar was en dan hoe het in het stadion tekeer gaat, dat is, scheelt 80%. Ja, dat is die supporters, zeker, dat is top. Dat scheelt een hele hoop. Zeker ook na zo'n tumultueuze week waarin de scriptschrijvers van goede tijden, slechte tijden zich waarschijnlijk allemaal hebben gemeld van hoe kun je een soap op deze manier construeren. Ja. Los daarvan, dit was het beste antwoord, 80% publiek, dat is wat overdreven denk ik, maar ze hebben zeker een grote rol gehad. Ze stonden als één man achter de ploeg en Jan, dit was het antwoord wat er moest komen. Ja, nou ja goed, kijk, we hebben gezien wat het mentale gedeelte teweeg brengt. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè, duels winnen en echt die wedstrijd willen winnen. Nou, dat gevoel had je bij Twente. Er was geen weg terug, nou, dat heeft de ploeg geweldig gedaan. En met 2-0 komt AZ denk ik zeker gezien, kans in de tweede helft nog. Ja, als je ziet hoeveel kansen ze hebben gecreëerd, had het 4-5-0 kunnen zijn. Ja. Maar dat heeft met elkaar te maken. Hè? Ja. Maar hun wilden echt winnen. Ja, en het publiek is natuurlijk altijd al fantastisch. Het kan als een ballast werken. Als het niet goed gaat, maar als het goed gaat, dan is het gewoon extra. Ja, en dan weet je dat je dit soort wedstrijden kan verwachten. Maar het is een geweldige prestatie. Het leek alsof alles op zijn plaats viel, ook qua opstelling. Menig speelde voor Aitor. En op het middenveld speelde Abouriania. Ja, dat waren met een paar andere spelers, zoals... Plegezuelo bijvoorbeeld in het centrum was weer erg sterk, maar dat waren de sterkhouders en de doelpuntenmakers. Ja, maar goed, als je gewoon naar die wedstrijd gaat zitten kijken en analyseert, dan is het gewoon een dik verdiende overwinning. Het heeft met alles te maken. Hè. Je kan zeggen, alle credits naar Twente, naar AZ in een mindere periode. Al met al heeft het gewoon te maken met het mentale van het willen winnen en duels willen winnen in het hoogst mogelijke tempo, gesteund door dat publiek. En als dat eenmaal gaat lopen, ja, dan vallen dit soort doelpunten ook nog eens een keer. Dus ja, dan kan je uitblinken. En die Cassia is natuurlijk 20 keer gegoocheld met opstelling en alles door elkaar gehutseld. En nu, puur op mentaliteit. Het is niet in één keer dat die spelers drie klassen beter zijn. Dat kan niet. Beter gek. AZ heeft gewoon een betere elf van. Normaal gesproken heeft AZ meer talent. Ja, maar talent alleen is niet voldoende. 11 betere spelers normaal gesproken. Ja. Ja, laat het er 9 zijn. Maar ja, daar had ik met Max gisteren al over. En, kijk, daar gebeurt natuurlijk ook wat in die groep, want daar gaan mensen naar Oranje misschien, of zitten er al bij, transferperikelen. En dan gaat natuurlijk allemaal in zo'n groep werken. Hè? En dat zag je wel een beetje bij AZ, dat het wat, ja, ze waren wat lammig. Is dat het grootste gevaar, Max, als je kijkt naar het AZ van nu? Het is door iedereen geroemd, hè? We genieten van het spel, eerste competitiehelft. Iedereen is blij met de amusementswaarde die jullie brengen, maar inderdaad, nu gaat ook die belangstelling spelen, spelers worden op een voetstuk gezet. Is dat waar jullie vooral van moeten oppassen en wat nu al gaande is? Nou ja, wat je merkt is dat je natuurlijk dat je wel een veranderde status hebt. Hè. Je, Je speelt mee, zeg maar, om de bovenste plek. Je staat nog steeds op een afstand tot gisteren die overbrugbaar is. Nou, René gaf het al aan, spelers die in de belangstelling komen van nationale teams. Ja, uiteindelijk, je kan zeggen wat je wil, maar dat doet altijd wat met spelers. En je kan eigenlijk de klok erop gelijk zetten op het moment dat de focus van AZ afgaat. En of dat nou bij 1, 2, 3 mensen is. Misschien ook wel bij de mensen eromheen. Als jij met andere dingen bezig bent dan met AZ, dan ga je uiteindelijk hier tegenaan lopen. Want wij zijn zo sterk, omdat we de eerste helft van de competitie... Ja, dat je zag dat iedereen heel erg gefocust was op het werk wat ze voor AZ moesten doen. De taken, de verantwoordelijkheden die ze hebben in het veld. Ja, dat zie je wel minder dan voor de winterstop. Nou, en dat blijkt uiteindelijk uit de resultaten, want we hebben de laatste 7 wedstrijden 4 keer verloren. Dus dan kan je zeggen dat die veranderde status, dat voor iedereen toch lastig is. En als jij gebeld wordt door de RTL als presentator, ben je Voetbaltijd toch ook vergeten? Totaal niet. Oh? Nee, want dit is de heilige graal natuurlijk. Hè. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, maar zo werkt het. Max, de vraag is natuurlijk, hoe ga je dat managen nu? Hè? Hoe komt er een oplossing? Hoe ga je dat aanpakken? Heb jij daar ook een rol in? Ik denk het wel. Nee, natuurlijk. Uiteindelijk, ik spreek sowieso veel met de coach. Ik doe dat vaak ook samen met Robert. En met Robert Eenhoorn, mijn collega-directeur. Dus nee, wij zullen vandaag ook weer met de coaches zitten. We hebben gisteren na de wedstrijd natuurlijk al met elkaar wat dingen geanalyseerd. En nee, we gaan er alles aan doen om natuurlijk dit weer om te draaien. En om te kijken waar wij kunnen helpen, daar zullen wij ten alle tijde voor klaarstaan. Dus, maar er is wel wat te managen, hè? Want nogmaals, wat ik net zeg klinkt heel logisch, hè? Focus terug op AZ. Ja. Doe het maar eens, want we gaan toch richting einde van het seizoen. We hebben wel altijd gezegd, ja, een wedstrijd of een competitie duurt 34 wedstrijden. Het is hartstikke leuk dat we in de winterstop gelijk staan met Ajax, of zonder toe geloof ik op 3 punten. Ja, maar er zijn nog 16 wedstrijden te spelen. We hadden er 18 gespeeld voor de winterstop. Ja, en als je op deze manier doorgaat, ja, dan zal die tweede plek gewoon, ja, uiteindelijk nog heel erg lastig worden. Waarbij ik denk dat je op dit moment helemaal niet naar posities moet kijken. Wij moeten niet kijken naar prijzen op dit moment, wat we wel heel graag willen met elkaar. Maar wij moeten kijken naar LASK Linz en dat is de volgende wedstrijd. Ja. En hoe kunnen we met elkaar, wat ik net zeg, die focus weer terugkrijgen. Zodat iedereen weer bezig is met maar één ding en dat is met presteren voor AZ. Ja, duidelijk. Even de actualiteit van FC Twente. René, gefeliciteerd. Roemeratu, jouw speler, heeft bijgetekend. Ja. Nou ja, dat is een felicitatie waard, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ik ben er ontzettend blij mee ook. En hij ook. En de club ook. Ik heb vorige keer al gezegd met Paul van der Kraan prima zaken kunnen doen. En dat is gelukt. En hij moet nu maar laten zien. En ja, ik zeg al, de laatste 1,5 jaar heb ik het ook met spelers hier gehad. Met een Veldhuis, Dien Huibers, Lohuis, Heubach. Kwispel, dat zijn allemaal jongens die had ik ook graag hier gehouden in de opleiding. Maar ja, dat is om diverse redenen niet gelukt. En dat Godfried nu blijft is top. Ja, om diverse redenen zeg je? Ja, er zijn zoveel dingen natuurlijk. Dan moeten we een paar uur uitzending hebben we erbij nodig, denk ik. Ja. Maar goed, Roemeratu wel bij Twente de komende tijd. Blij mee, dat is goed om te horen, want jeugdig talent moet binnenboord blijven. Je weet hoe ik erover denk, hè? Ja, nou, dat is belangrijk. Jan, een goed signaal, denk ik. Nou, het is in ieder geval een aanzet, wat we al langer roepen. Hè. Kijk, AZ die heeft dat al een hele lange periode. Die hebben het kapitaal op het veld staan, in talent gewoon. Als je kijkt naar al die elftallen, dan hebben ze een geweldige opleiding ook nog een keer. Dus daar was Twente ook altijd een trendsetter in. Nou, daar moeten ze in terug. Dus dit soort jongens moeten ook bij de club blijven. En dat is hartstikke mooi. En voor René ook. Ja, wat ik zeggen wil is, daar hebben we het ook vaker over gehad. Altijd eigen jongens die gelijkwaardig zijn, ongeacht de positie, uit eigen jeugd laten spelen. Kijk naar AZ. Ik kom daar veel, omdat Veldhuis daar speelt. Ik zie daar de jeugdopleiding. Daar lopen zoveel talenten en die worden zo planmatig ingezet, richting naar boven. Dat klopt als een bus, dat is ongelooflijk. En als ze dat hier voor elkaar kunnen krijgen, al is het maar eerst onderin. Ja. Ja, talent moet er natuurlijk wel zijn. Die zijn er, Ed. Wat is nou het geheim van het succes, Max, als je dat zo beschouwt van de zijkant? Ik bedoel, jullie hebben natuurlijk potentieel in de regio, denk ik. Hè? Dat is ook belangrijk. Ja, dat is niet onbelangrijk. Hè. We zitten natuurlijk in de Randstad. We zitten in de omgeving van Amsterdam met ons trainingscomplex. Toen we in Alkmaar zaten, kwam al 70% van onze spelers kwam uit de regio van Amsterdam. Maar ja, het geheim van het succes is dat, en dat is denk ik voor elke succesvolle organisatie of bedrijf, is dat je heel helder weet wat je wil. Hè? En dat je een hele heldere, duidelijke lijn hebt, een duidelijke visie in dit geval. Ja, en als iedereen zich daaraan committeert, als iedereen ook doet wat er afgesproken wordt, ja, dan klinkt het vaak heel eenvoudig, maar dan is het wel op de lange termijn, denk ik, altijd succesvol. En ook als je onderweg wat tegenslag hebt of als je onderweg... Niet afwijken. Nee, dan denk ik dat je wel met elkaar dezelfde lijn moet blijven volgen. Hoe moeilijk dat ook is, want hoeveel druk er ook van buitenaf is. Als dat bij AZ wel iets minder dan misschien wel zelfs bij Twente. Ja. Maar dan... Maar je vist ook in principe in dezelfde vijver als Ajax ook, hè? Ja, maar wij denken nog steeds dat dat talent wat jong binnenkomt, dat we dat op een bepaalde manier kunnen vormen. En dan zal niet iedereen van het niveau Kelvin Stengs of Meijer Bodeau of Tijn Koopmeiners zijn. Maar wij hebben wel bewezen dat we jongetjes op 11-jarige leeftijd binnenhalen. En dat, nou, het is volgens mij bijna 50-60% wat dan profvoetbal kan halen. En de ene doet dat op het niveau van top-eredivisie, ja. De ander doet dat op het niveau middenmoot-eredivisie. Er zijn er een aantal die in de Keuken kampioen divisie terechtkomen. Maar wij denken met ons programma dat wij spelers, dat we die klaar kunnen stomen voor het profvoetbal. En het percentage wat het niet redt, dat heeft toch vaak te maken toch met de mentale component of met het fysieke component. Spelers die door de groei, zeg maar, die niet goed door de groei komen, doordat ze wat minder snel zijn geworden. Hè, of dat ze wat problemen krijgen met blessures. Dus, maar het grote geheel, dat kunnen wij klaarstomen voor... Gistermiddag speelde van 19 in Engelo tegen AZ en Twente en dat wordt dan 0-3. Maar als je dat niveauverschil ziet, dat is potverdikke, dat is groot. Maar goed, de uitdaging voor Twente om dat de komende jaren in ieder geval nu met de jeugd verder gaan. Ja. En de afgelopen week, we gaan het er niet heel uitgebreid meer over hebben, want er is genoeg over gezegd, gepubliceerd en wat iets meer zei. Maar Twente was schizofreen geworden. Iedereen rollenbolde met elkaar over de vloer. Hoe heb jij dat beleefd, Jan? Nou, ik denk als iedereen. Ja, nou ja, goed, altijd als een vervelende periode. En zeker spelers die succesvol zijn geweest bij Twente, die dan dingen over elkaar gaan roepen. Ja, dat kan je beter binnenskamers doen. En het belangrijkste is dat je van bovenaf gewoon leiding krijgt en geeft. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En die communicatie blijft steeds het belangrijkste. Kijk, en nu is het een geweldige prestatie gisteren. En nu staat voor Twente Utrecht alweer voor de deur. Nou, daar moet je minimaal hetzelfde meebrengen. Anders ga je daar ook weer onderuit. Dat heeft met elkaar te maken. Nou, voor AZ geldt, die zullen de rug rechten. En die moeten ook weer snel op het niveau komen waarop ze altijd gespeeld hebben. Maar wat je bij AZ, wat mij opviel, is zeg maar het tempo. Ze waren niet fris. Ze liepen erbij, dachten van nou ja, hoe gaat het allemaal hier in die kolkende vesten. Ja, dat is gewoon, dan win je geen wedstrijden mee. Nou, dat zal Max zeker deze week aan gaan stippen, denk ik. Zei die net al, hè? De status van AZ op dit moment, je doet het hartstikke goed. Dat betekent inderdaad dat er belangstelling komt van grotere clubs vanuit het buitenland. De logische reflex, vinden veel mensen, is dat spelers als Stengs, Boadu, misschien ook wel een Idrissi, dat die dan richting Ajax moeten gaan. Hè? Omdat dat nog de enige club is die er ver bovenuit steekt qua budget en noem maar op. Zeg jij van, dat is logisch, of zeg je van, over mijn lijk en wil ik niet, doe ik niet? Nou, ik zal nooit het laatste wat je suggereert, zal ik zeggen. Ik vind alleen wel dat, en dat heb ik al eens eerder gezegd, dat het voor iedereen lijkt het logisch. Maar ik vind op het moment dat je topsport bedrijft, dan gaat het maar om één ding in de sport en dat is winnen. En volgens mij wil iedereen winnen. En wil iedereen ook zeg maar de neutrale toeschouwer dat we een leuke eredivisie hebben, een leuke competitie hebben. Kijk, en op het moment dat wij willen winnen, dan zou het raar zijn dat op het moment dat je... En dan kijk naar de huidige situatie, hè, want we hebben het over dit seizoen. Dan zou het raar zijn dat je spelers die bij jou de beste zijn, dat je die verkoopt aan iemand die nu nog iets beter is, maar waar je eigenlijk van wil winnen. Dus alleen nou nogmaals... Vaak is het zo dat als een speler het goed doet in Nederland, moet hij altijd naar één club. Ja. Hè? En, ik denk dat het niet leuker wordt en dat de competitie in ieder geval er niet leuker op wordt op het moment dat overal de beste spelers maar naar één club gaan. Want we willen volgens mij weerstand. We willen volgens mij niet meer dat we hier aan tafel zitten en roepen dat we in de Mickey Mouse competitie spelen. We hebben het jarenlang in Duitsland gezien met Bayern. Hè? Ja. Die kocht ook de competitie. Ja, nou ja, als je daar nu kijkt, dat is daar vreselijk spannend hè, in de competitie. Omdat daar gewoon 5, 6 ploegen meedoen om het kampioenschap. Nou, Engeland is dit jaar een uitzondering met Liverpool. Maar ook daar zie je dat ieder jaar dat daar... het zijn wel altijd dezelfde 5, 6 ploegen die meedraaien om het kampioenschap. Maar ik denk niet dat we naar een situatie toe moeten. Het zou niet leuk zijn, denk ik, voor de neutrale toeschouwer. Wel voor de supporter van Ajax. Hè? Want het is leuk om ieder jaar met een grote afstand kampioen te worden. Want dan speel je ook weer Champions League. Maar het moet voor iedereen haalbaar zijn om uiteindelijk een keer het kampioenschap Max, te halen. Nou speel ik even Mark Overmars en ik bel jou en ik heb 40 miljoen klaar liggen voor die spelers. Hoe moeilijk is dat te managen om dat tegen te houden, om twee zulke spelers, en dan noem ik maar een bedrag, maar ook 50 of wat dan ook. 40 miljoen voor Stengs. Ja, wat moet je dan toch doen als club? Ik zit nou even op jouw stoel, maar dan zeg ik, Mark, ik kom maar aan, pak het geld maar in de koffer. Nou, kijk, nogmaals, ik heb nooit gezegd dat ik de telefoon niet op zou nemen. Ik heb nooit gezegd dat ik niet met mijn collega's daarover zou kunnen praten. Het is niet gebeurd. Wat ik heb net gezegd, we moeten de focus op AZ houden. Ja. Ik ben alleen maar bezig met wat er op dit moment bij AZ gebeurt. Ik ben met dit seizoen bezig. En we hebben gisteren weer gezien dat heel hard nodig is. En dat we helemaal niet moeten nadenken over spelers die op dit moment in de belangstelling staan van andere clubs. Want ik denk dat ze de telefoon helemaal niet meer oppakken na gisteren en na afgelopen week. Je kunt wel een signaal afgeven, hè, van bij ons valt niet te kopen. Nee, maar dat heb ik nooit gezegd. Kijk, en dat roept iedereen. Het enige wat ik heb gezegd is dat het raar is dat op het moment dat je iets wil winnen, en nogmaals, ik herhaal wat ik net zei, in sport gaat het volgens mij om winnen, dan moet er wel iets heel bijzonders gebeuren, wil je je beste spelers verkopen aan een concurrent. Nou, dat is het enige wat ik heb gezegd. Ja. En, nou, ik vind het mooi, want dat is het FC Twente in 2009, 2010 had dezelfde filosofie en die wilde ook niet de grote spelers aan de concurrentie slijten. Voor geen goud, dat is toch hoe je erin moet staan. Wil je succes blijven koesteren, Jan? Ja, nee, maar dat is een goede instelling, toch? En je hebt zelf ook een bepaald plan met de club. En dan probeer je de beste spelers te behouden. En mochten ze dan toch die stappen maken voor schaduw klaar hebben, dan moet je daar je schaduwlijsten klaar hebben. Dat is ook goed. En dat hebben ze altijd wel goed voor elkaar. Kijk naar Heracles in het klein, waar we zeggen, Ciborra, 3,5 miljoen. Ja. Die haalden ze uit onder 19 van Schalke. Kim is zo uit de derde liga aan het middenvelden. Gaat straks een paar Cuba's. Ja. Er zijn voorbeelden genoeg dat het wel goed kan. Ja. Heracles, maar als je gaat huren en je gaat allerlei afspraken maken en je laat die spelers allemaal staan, hè? Ja. En die komen van heinde en ver en die zwaaien eind mee op Schiphol weer uit. Ja, dat is niks. Dat wil zeggen, dat vind ik persoonlijk. Dan haal ik liever een transfervrije speler uit het buitenland of mijn scouting voor elkaar, dat ik een top jeugdspeler binnen kan halen. Heracles Almelo, daarover gesproken, die zijn een paar spelers kwijt. Ciborra, wat je zegt. Jan, zij verliezen afgelopen vrijdagavond van VVV. Ja. Matige wedstrijd. Dat verschil met de onderste ploegen is ook niet al te groot. Nee. Maak je je zorgen? Ja, goed. Natuurlijk maak je altijd zorgen, want de onderste spelen ook tegen elkaar, dus ze gaan altijd mensen punten halen. Alleen het gaat om het vertoonde spel en het niveau van Heracles. Nou, dat is heel wisselvallig. Tegen Fortuna vorige week nog een beetje gelukkig gewonnen. Die moesten ze ook winnen. Ja, nu is de manier waarop, hè, maar wat Max terecht aangeeft, dat heeft ook te maken met, kijk bijvoorbeeld, belangstelling van Dessers. Die gaat dan niet weg, dat zie je. Maar dan tegenstanders die dekken hem met z'n drieën, hij krijgt weinig ballen meer. Ja. Maar je ziet al hoe lastig het dan is om dat weer te onderscheiden. Ja, dat is blijven onderscheiden. Ja, en of hij topscorer van Nederland gaat worden bij een relatief kleine club, dat is al geweldig, hè? Waar hij nu staat. Maar je ziet al hoe mensen veranderen, je omgeving verandert, met name door successen. En dat is nou eenmaal de kern van het verhaal vaak. En dat heeft niks met die jongen te maken, maar iedereen is gefocust. Die hele tribune zit vol met allerlei scouts. Gaan we hem kopen? Gaan we hem aan het eind van het seizoen niet kopen? Die jongen is daar ook mee bezig. Ja. Alleen nu moet hij zich dus focussen op Heracles. Want dat is zijn werkgever. Focus, dat is het toverwoord ook voor Heracles op de competitie. Ja, die zullen die 6-7 punten wel gaan pakken. Maar ze zitten even in een dip. Er zit even wat tegen. En dat programma ook zwaar, hè? Wat je ziet bij gisteren bij AZ, zie je ook bij Heracles, op een iets lager niveau natuurlijk, maar ook dat loopt even wat minder. Ook van achteruit de opbouw met Prupper, een paar jongens weg, dingen uit vorm. Hoe kijk jij naar Heracles, het Heracles van nu? Nou, maar even terug te komen op wat Jan zegt over Dessers en ook zijn veranderde status. Kijk, uiteindelijk, als je als club, wij hebben de ambitie om altijd in die top 4 te spelen. Nou, dat lukt ons de afgelopen 5 jaar ook wel. Alleen het is nu weer een stapje verder, hè. We staan nu tweede op de ranglijst. Dus kijk, het is wel zo dat clubs die dat veel vaker mee hebben gemaakt, hè, dat proces van iets meer met die druk omgaan. Hè. Op het moment dat je een keer verliest, dat dan je status sowieso verandert. Ja, dat heeft natuurlijk Ajax vanuit het verleden, veel meer meegemaakt. Dus uiteindelijk is dat, als je daar naartoe wil groeien, zul je ook dit soort momenten moeten meemaken om er uiteindelijk mee om te kunnen gaan en om ermee te kunnen dealen. Dus het is voor onze spelers, onze jonge jongens, is het natuurlijk een enorm mooi leerproces dit jaar om uiteindelijk ook hier weer ervaring uit op te doen. Mentaal sterker te worden. Ja, dus het is, dus uiteindelijk is het zo dat dat dit natuurlijk mag een incident zijn, maar wij moeten wel als club ervoor zorgen dat iedereen hier ook wel weer dingen uit leert. Ja, Heracles. kijken daarnaar. Ja, Heracles. Ja, ik denk wat René daar net al zei, het is volgens mij een hele stabiele organisatie. Nou, als je het hebt over visie, ik denk dat er een hele heldere en duidelijke visie is bij Heracles. Nou, ik ken Tim Gillissen goed. Die is daar natuurlijk als opvolger van Mark-Jan van der Deer is gekomen. Ik denk dat dat een prima jongen is die heel goed weet wat hij doet. Dus ik denk dat dat voor de komende jaren, als ze hem kunnen behouden, wel goed gewaarborgd is. Precies, mooi. Ja. Ten slotte even een rijtje prognoses. AZ speelt natuurlijk voor de Europa League komende donderdag tegen LASK Linz. Die hebben zich al van hun goede kant laten zien, ook tegen Nederlandse ploegen. Wat gaat het worden? Prognose? Nou ja, dit gaat uiteindelijk over 2 wedstrijden. Dus wij moeten zorgen dat we over 2 wedstrijden dat we doorkomen. Ja. En ik zeg al, donderdag gaat het niet beslist worden. Daar gaan we niet van uit. En, kleine overwinning. Laat ik zo zeggen, ik hoop dat we doorgaan. Dat is waar we voor moeten gaan. Ik hoop dat AZ de kopjes gauw weer fris heeft en gaat winnen. Dat zou ook zo gaan. Ik ken Linz totaal niet. Ik hoop AZ, maar ik kan niks over Linz zeggen. Het zou goed voor Nederland zijn dat wij ploegen door zien gaan. Maar het wordt wel een hele lastige opgave. Jij kent Linz? Nee, maar die ploegen die zijn gewoon niet zo makkelijk om daar van te winnen. Zeker daar niet. Bovenaan. Linz heeft mij, die staan bovenaan. Daarom heb ik niet gezien met Red Bull Salzburg. En ze wonnen van Basel. Van Salzburg. Ja. Ja. Maar een AZ in goede doen. Ja. Zoals voor de winterstop, zeg maar. Ja, dan moet het lukken. Tuurlijk. Ja, en dan nog even de Twentse vertegenwoordigers. FC Twente speelt in Utrecht. Bij jou FC Utrecht. Ja, jouw geboorteplaats. Nee, ik ga nou toch heel... Nee, maar ik hoop... We zeggen elke keer van... Als ze kunnen brengen wat ze... Ja, tuurlijk. Nee, we gaan ze een beetje prikkelen. Zeg ik Utrecht wint. Hoeveel? 2-1. 2-1, René. Ik hoop op een rel dinsdag en dan, dat ze dan winnen, maar anders 1-1. 1-1. Twente? Ja? Uit bij Utrecht. Ik zit in Twente, dus ik kan maar zeggen dat ik hoop in ieder geval sowieso, en dat heb ik gisteren ook al gezegd, dat ik hoop dat Twente weer terugkomt op de positie waar ze behoren te staan. Met zo'n stadion, met zo'n publiek, dat verdient volgens mij op den duur. Weer een plekje bovenin. En dan winnen in Utrecht komende... Ja, daar zit de oud-trainer van AZ, John, en daar heb ik een hele goede band mee, dus die gun ik ook het beste. Kan ik me voorstellen. Ja. Heracles speelt tegen? Ja, tegen die mensen uit Amsterdam volgens mij. Hè? Ja. Moeten ze daar naartoe? Wordt dat iets? Heracles tegen Ajax. Ja. Zeg het maar, Jan. Ja, laten we waar zeggen zijn even dat Ajax gaat winnen. Ja, oké. Ja. Geen uitslag? Ja, wat moet je? 1-3. Ja. Die wil ik zeggen. Doe je 1-2. Jij? Ach, 1-2. Nou ja, goed. Jij mag je van stemming onthouden. Nou ja, je snapt al wat ik natuurlijk hoop. Dus, een stuntje van Heracles. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Mooi. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Jan, jij bedankt voor je komst voor de zoveelste keer. Jij ook bedankt en speciale dank aan Max. Dank je wel dat je er was. En heel veel succes met de titelstrijd. Want die geven we natuurlijk niet zomaar op met de AZ, kan ik me voorstellen. Ajax ook niet in topvorm, dus pas op. Nee, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dat was er weer één, zoals gezegd. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.